Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. The Truth. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag, is het een leuke video. We gaan nog eens een FIFA video doen. Deze FIFA video ga ik dus League 1 bespreken en League 1 pakketten open doen. Ik ga hier dus geen gameplay in laten zien, maar volledig gewoon League 1 pakketten en ja, gewoon pakketten open doen voor League 1 Team of Season. En ja, dit is zo'n beetje de video waar ik naar uitgekeken heb om te maken. Ik heb er geen gemaakt over de Bundesliga, omdat ik zoiets had van, ja, ik was er een van plan om te maken, maar de edit liep niet goed en dit en dat. Dus heb ik eventjes gewacht voor terug als ik mijn PC terug kon opstarten. Om hier dan een video te maken over League 1 Team of Season. En ja, eigenlijk wel een leuke en verstandige keuze geweest. Om hier dus te beginnen met League 1 Team of Season. En ja, ik wil jullie dus guys heel leuk entertainen. En dan gaan we nu beginnen met de video van League 1 Team of the Season. Enjoy the packs. Oké, boys and girls. In deze video gaan we La Liga Team of the Season behandelen. En ja, in deze video behandelen we dus La Liga Team of the Season. We gaan even die spelers dus quickshellen. In deze video behandelen we dus La Liga Team of the Season. La Liga League 1 Team of the Season. We hebben La Liga Team of the Season juist gehad. Allee. Nog 54 minuten zijn die in packs. Dus in deze video behandelen we League 1 Team of the Season. En ik heb al een paar Team of the Seasons gepackt vandaag. Spijtig genoeg heb ik die niet opgenomen. Maar ik ga eens laten zien. Ik denk dat ik weet welke dat ik nog gepackt heb. Merino en Glesnes heb ik vandaag gepackt. Glesnes is MLS. En Merino is La Liga. Dus ja. Voor de rest heb ik niet echt iets gepakt vandaag. Nee, ik heb voor de rest niet echt iets gepakt. Ik heb wel op TikTok heb ik een streampje gedaan voor de dingen. Toen ben ik heb heel die ruiten met uit gedaan van het adaptive competitiespel. En ja, normaal gezien kan ik op het einde van deze seizoen heb ik nog wel 31 gespeeld, 34 plus. Ik hoop dat ik nog kan gaan voor het Chelsea Mega pakket. 15 keer spelen kan ik pas na zondag doen. Ik heb nu geen potjes meer over. Dit moment kan ik straks nog wel doen. Seizoenswissel kan ik zondagochtend doen. Die kan ik maandag doen. Dus ik kan sowieso nog dat halen misschien ook. Dus ja, koning van de finesse. Ik zou ik moeten finesse scoren met Italiaanse spelers en mijn MLS-speler ook spelen. Maar één MLS-speler in mijn basisopstelling. Dus dat zou eigenlijk wel kunnen. Dus eigenlijk moet ik dan met Zambrotta een finesse scoren. 4 keren. En mijn MLS-speler en mijn TV-speler. Ja, we kunnen nog zien hoe je dat gaat doen.
Maar het zou wel moeten lukken. Dan brood uit het Italiaans, dus die kan wel de, weer een shotje doen. Ik ben zo dadelijk terug. Waarschijnlijk. Met de daily login. Ik heb deze morgen op... deze morgen had ik gestreamd op TikTok en heb ik de market matchups gedaan. Flits upgrade. Die kunnen we ook nog doen. 85 rating. Trap mag erin om mij. Ik moet een 85 rating zien te halen. Maar die houden we. Ik ben een vieze jong. Caputo kan erin rechts midden, heb ik daar. Rechter Trent kan erin. Grealish kan erin. En Tarema kom ik er niet. Zou ik er komen, Alba? Nee. Met Alba en misschien een andere 85. Met Alba en Vardy kom ik er. Hopla, nog 20 gaan weer de receivable uit. We gaan die pack straks pas openen. Dan hebben we 5 keer een 84 plus. Dus ik ga die straks openen. Als de League Out Team Season in pack zit. Hopelijk pack we Messi of zo. Als die in League Out Team Season zit. Dus ik ben bij jullie terug binnen een uurtje ongeveer. Als ik gegeten heb. Dus ja, let's go. Ik ga eerst eens checken of ik op dit account ook de daily login gisteren heb gedaan. Maar ik denk het niet. Ik denk niet dat ik hier op de daily login heb gedaan. Dus ik moet dat hier nog gaan zitten aanpassen. Ja, het is goed. Nee, de muziek staat er niet aan. Dat is juist. Oké, ik ga hier eens kijken. In orde. Ja. Oké. Ik ga eens kijken of ik hier op de daily login gedaan heb. Maar ik denk het niet. Dus tegen wil ik hier wel. Vinicius Lewandowski. Er is iemand hier, ben ik nog niet op geweest.
Je bent niet op geweest gisteren, dus ik denk niet dat ik hier op de daily login heb gedaan. Staat er weer nog op? Aan... Ja, hier staat er nog op ze. Ik wilde hier de daily login gisteren vergeten. Zuppla. Wat ik je nu terstegen heb? Alleen speler terstegen, wauw. Oké. Okay. 100 XP needed, ja. Ik ga hier ook de daily login. Pack openen, 81 plus 2 goals. En. Huh? Team of Season. Lekker. Ja. Gelijzenis. Wauw. En Hooiberg is die tradable. En nee, dan wordt geen discard. Hier krijg ik dus al 1 Team of Season op. What the fuck, man. Team Gold Preview Pack. Ja. Ik schrijf het niet meer op aan de Team of Season dat ik gepakt heb, want ik was vergeten allemaal op te schrijven de vorige video. Dus ja, let's go. Nu ga ik tebiet iets eten en dan ben ik terug bij de daily login op het main account en op het alt account. Dus ja, let's fucking go. En 5x34 plus ook op het main account. Oké, boys en girls, ik denk dat de opname bezig is. Het is 7 uur. Dat betekent daily login tijd. En het is zelfs al 7:30. Oeh, Messi. Messi in Team of Season. Oh my god, Messi in Team of Season. Kimpembe. Messi in Team of Season, lekker. Oh nee, ga ik niet doen in die squad. Messi in Team of Season, oh my god. Dat ik hem heel vanaf deze tech pick. Ik heb al die login gedaan. Hopelijk pak ik Messi, Messi, Messi. Ah, Bundesliga spelerspakket. Oké. De login, hier ik kom. Eerst eigenlijk Bundesliga spelerspakket. Zit er een balkaartje in? Nee. Ofwel, jawel, kom aan. Lekker dat een dag geleden, walkout. Allemaal voor in de club te steken. En nu hebben wij de twee zeldzame goudspelers. We gaan 81 plus al gewinnen. Ik kan team met season in zitten. En doen we niet. We krijgen gewoon linksmidden. Mooney Ayin uit. Ja, en Corona. Ja. 5-6 pakket, 34 plus algemeen. Gewoon een walkout. Duits, centrum wit. Toni Kroos. Toni Kroos, Mendy. Aubameyang, Bastoni en Bellingham. Ja, decent. Die munt oplaadpakket gaan we zeker openen. Kijk gewoon borden uit. Insigne, lekker. Lekker Insigne. Oké. Vier pakket. Dat is minder lekker. Retail zou ook zo. Dan zou ook zo'n pakket zijn. Ja, wat doe ik hier eigenlijk?
Wat doe ik hier eigenlijk? Ik moet dan het Zweden account zijn, dat is slecht, dat is goed. Daar moet het op zijn. Zweden account. FIFA 23 opstarten en ja, let's go. Hier gaan we ook de daily login op doen. Hopelijk krijgen we hier wel een team of season uit de pack. Hier hebben we een uurtje geleden ook de daily login op gedaan. Of iets meer dan een uurtje geleden. Hebben we hier ook de daily login op gedaan. Dat hier ook de daily login moest gebeuren. Hier hebben we dus niet op gespeeld, nog niet. Allee, ik heb er niet veel op gespeeld. Zal ik het zo zeggen? Messi lijkt me wel nice. Dus ja, daily login. Hier weer kom. Die login hier weer kom. Bronze. Let's go. Die is ook klaar. En team is in de login, 8 Bundesliga players back. Die trouwerij ziet er echt wel nice uit. Die trouwerij ziet er nice uit. Op en dan voor Champions tots. Maar ja, die pen daar kan ik niet meedoen, want ik heb geen weekend league. Dus ja. Yes, 8 Bundesliga players back. Dat is gewoon rare. Dat is Timo Werner. Dus ja, volgende 81 plus 2 rare golds. Walkout. Ederson, lekker. En ik geef nog niet in de club, dat is goed. En hier gaan we ook de 10 minuten oplaadpakket openen. Ook een borden. Grealish. Dus nu gaan we door naar zondag. Want vandaag heb ik geen packs meer op. En morgen heb ik geen packs. Ja, zondagochtend gaan we ook de daily login doen op de beide accounts. Zaterdag ga ik niks meer spelen. Dus zondag gaan we doen. Doe het daily login op de twee accounts en ja, let's go. Oké, boys and girls. Het is zaterdag 20:07. Daily login tijd. Cool. Lekker. Lekker. Dus ja, het is 20:07. Daily login tijd. Tja, let's go. Het is zo cool. Tja, let's go. 7 uur. Daily login was tijdje. Ja, vandaag komen ook die dingen uit, zeker. Nieuwe season uitdaging 7. Competitie maximum 4. Raspadori. Raspadori is
Serie A, dus eigenlijk moet ik voor Serie A nu ook gaan. Caputo. Brekalo. Center mid Serie A. Zambonguissa. Italiaan center mid. En Frans center mid. Of Amrabat, heeft ook nog chemistry. Rechtsachter, Italiaans. Spaans ga ik doen. Spaans goalkeeper. Of Portugees. Spaans. En nu moet ik nog Portugees links achter hebben. Spaanse keeper. Spaanse keeper. Spaanse center mid, maybe. De beoordeling mag nog hoger. Dus daar moet een CVM voor in de plaats komen. CAM. Max, jam in de club. Niks. Links midden, waar ben ik van links midden in de club? De rechts midden. Rechts buiten. RVV. Sorry, Aubameyang moet erin. Oké. Eigenlijk een spelerspakket. En team is hier een dagelijkse aanmelding upgrade. Ik heb ook voltooid. Nog één keer voltooien, maar we achten niet juist bij dat pakket. Dus ja. Oké. Ik ga eens drinken. Oké, eerst. Technica. Team of Season. Todibo. Lekker, boys. Team of Season. Goed even, jongen. Gaan we de tweede Team of Season pakken? Nee. Laten we hier een zak. Nu naar het alt-account gaan.
naar deze kant gaan. FIFA 3 is niet opstarten. Ja, let's go. Ja. Also, that happened at the routine. Nice. En dus ja. Die routine hebben we ook al gepakt. Vandaag. Dus, tot hier wel. Oké, dit is een 91 credit. Center, ben ik hem al waar bij hem. Oké, nu eventjes naar de thema's in de login upgrade. Ik ga weer ook een thema's hier eruit krijgen. Ik hoop van wel. Nee, geen thema's season. Thomas Parry en Calvin Phillips is dubbel. Dit was het dus voor ja, vandaag. Nieuwe pack. Niks lof, niks leuk. Dit was het allemaal vandaag. Hier Bukkers, God wil ze waard op. Ik denk dat we hier hadden we geen squad wel te waard op. Ja, we willen jullie wel squad wel te waard op hebben. Dat kom je morgen vroeg sowieso eens zien. Ik ga eens zien welke rewards we gaan krijgen op het main account. Hopelijk krijg je daar heel goede rewards op. Ja, Gran Turismo 7. Leuk. En gamen YouTube. Ja. Toen werkt ook YouTube weer niet meer op. Ik kan me direct niet spoelen uit YouTube, zo ding. Hopelijk pak ik Messi 98. Maar dat zal wel niet. Hier hebben we goud 1. Dat zou waarschijnlijk zou die tot zijn. Ja. Oké. Okay. Ik zie jullie guys morgen om 9:55. Oké, okay, boys en girls. We zitten nu op het alt account en we hebben 12. Packs klas aan, niet alleen maar gewoon packs, maar ook ja, stadium effect en zo. Dus ik heb een brons pack, niks goed eigenlijk. Bischof, ja. Ben je tradable? Ja. Gewoon een gold pack, ik kan altijd zien zitten. Maar nu niet. Ja. Dan nog een premium gold pack. Ook weer niks. Nu komt er met de tijd versplissere gold player. 80, 81, 82. En de 81 Kulusevski.
Pitch Lime Paint Pack. Sky Blue. En Lime. Wolf VFX. Green. Blue Phantom Pack. Newcastle United. Full sound effects. Yeah, no. You see that, no. Don Club nickname pack. The Queens. The Queens, Vipers, and Conti. Crouch Hands pack. SSM Parley. Olympic Real now. Decent, decent. Tinted Flex pack. Magenta and blue. Purple and green and blue magenta. Tinted Flex pack. Green and yellow. Green and yellow, black and green, and red and green. Nice. Hier ga ik waarschijnlijk niet meer op kunnen spelen, want... ja. Het is 10:10. En een potje duurt 16 minuten, dus... Heb ik hier nog maar het meeste dingen. Brons 2. Team Season Lone Players Pack en een Gold Pack. Maar dan ga ik niet de video openen, dus ja. Nu gaan we... Ja, wacht, het 5:10. Voor het main account. Ja, let's go. Let's go. Ik ga nu eventjes, ja, wachten tot 5:10. Oké, boys and girls, het is 5:10. 6:10 ondertussen al zo. En we kunnen onze rewards openen. Hopelijk pak ik een team of season uit mijn rewards, maar dat zal waarschijnlijk wel niet. Ik heb niet meer zo de luck gehad van zo mijn icon beklozen. Goud 1. De Liga, Saudi League, tot smacht 97. Een top elektronisch service pakket. En een premium jumbo goud pakket. Eerst de La Liga, RSL. RSL. Ja. Ik ga voor rechtsbuiten gaan. Ook al gaat die misschien minder waard zijn. Rechtsbuiten is altijd goed voor SBC's. Centerbacks ook natuurlijk. Maar rechtsbuiten heb ik meer van doen in SBC's soms. Top Electron speelspakket, nummer 1. Er zit gewoon een borden in. Engels, Cam, Mount. Hier moet ik weer Mount, lekker. Waterboer, kom af in gaan. Is dat nu Koen van Langendonk? Koen van Langendonk. Ja, nu een premium jumbo goud pakket. En dit gewoon een non-rare speelster, dat is Zlatan Ibrahimovic. Van Bissaka. Ja, decent, decent. Lekker. Er was... ik moet nog moments gaan doen. Die ga ik op TikTok stream doen, dus kom allemaal kijken naar de TikTok stream. Nee. Ja. Ik heb de TikTok stream waarschijnlijk al
gedaan, dus ja. Hopelijk zijn jullie komen kijken. Naar de TikTok stream. Ja, ik ga deze namiddag een TikTok stream doen. Hier is er niks eigenlijk meer kan doen. Ik weet het precies, dus ik ga deze namiddag Moments doen. Moments staat hier. Nu heb ik 4k munten, dus ja. Team Season Moments. League Art Tots. Ja. Moet wel kunnen lukken eigenlijk, die moments. Nu moet ik naar mijn selectie gaan. Selectie kiezen. Ik geloof dat ik een van de League had in Team Season. Ik wil ook een hoer pakken. Team Season. Moet ik eventjes zien over welke dat ik had. Wat tot die bal had ik. Lekker. De beat ga ik een TikTok simpje doen waarin ik de moments ga doen. So let's go. Oké, boys and girls. Het is 10:54 uur, we hebben 2 goudpakketten. Ga niks in zitten, maar toch, ik wil ze filmen. Opnemen. Deze is Bolly. Dus ja. En deze is een ander goudpakket. Ook weer niks. Zakosha. Ja, so, let's go. Ik ga proberen de objectief van Insignium uit te spelen. Ik moet dan 5 potjes mijn MLS spelers. Ik heb Insignium in mijn team in het 34 rated. Ik ga zien wat ik juist nog voor moet doen. 5 potjes spelen, 5 potjes winnen. 5 potjes winnen, nog moet ik nog doen. En dan heb ik Insignia in mijn club, dus ja, ik ga proberen Insignia bij te spelen in de loop van de dag. Ik ga ook nog naar Formule 1 zien straks, dat is Monaco Grand Prix. Yeah. Dan heb ik ook geloof ik straks Bliksem, ga niet meer Tifo. Ik denk dat ik die derde schriftpakket nog ga kunnen craften, ik weet het niet. Het gaat moeilijk worden. Het moet echt nog nu gaan lukken dat ik nog 24.000 punten krijg. Natuurlijk, het kan nog veel meer uitkomen dan we denken. Maar ja, ik ga nu eventjes waarschijnlijk ze biedt iets eten en dan ga ik trofee, ga ik die craften, dan heb ik die 15, dan heb ik nog 2000 XP en dan moet ik nog eens zien waar ik nog XP kan pakken buiten bij de weekend league dingen en league uitbrekers. Kan ik misschien wel doen, 5 keer spelen. Het gaat misschien moeilijk worden, maar ik had kunnen. Ik ga mijn best doen. Silver Lounge wordt moeilijk.
Luke Uitbreker kan ik wel proberen te doen, 5 keer te spelen. Als ze dan 1 of 2 keer kunnen winnen. Dat zou heel perfect zijn. Die ga ik proberen te doen in de loop van een week, misschien morgen. Zullen we zien. Ik ga nu eventjes, ja, rustig mijn dagje verder zitten. En dan zullen we zien wat ik heb gewonnen en wat ik heb van XP points. Het zou zuur zijn als ik die 30, 34 plus weer spek niet hebben. Het zou echt zuur zijn. Dus ja, ik ga nu eventjes rustig mijn dagje verder zitten en we zullen zien. Oké, boys and girls. Het is wel geteld nu 5 voor 8 avonds. En Super League Team zit erin. Druus zit erin. Druus. Mertens zit erin. Ja, Leuvenboy geweest vroeger. Wat we geven de packs klaarstaan. I don't know. Klein top gouden zweerspakket. Here we come. Team of Season, lekker. Medina 94. Let's go. Medina 94. Hoeveel is die waard? Oh, een speel van 150k. Een speel van 150 onder een 5k. Wat een pekkelijk. Lekker. Light in the pocket. Ben me. Paraoli. Lekker. Boys and girls. Is it? Die wint het pakket. Walkout. Trend. Let's go. Trent! Wow. Waarom ben ik zo hyped eigenlijk voor die walkouts? Let's go, Trent. Trent Alexander Arnold. Wow. Ik had liever 3 smerten, dus zo gezien, maar ja. Trent Alexander Arnold! Oké, Team of Season, deel nog in. Oké, we hebben nog een pakketje. Twee packs nog voor vandaag. Op mijn main account, 8 Liga spelers. Pakket. Oh, geen Team of Season. We hebben al wel een Team of Season gepakt vandaag, dus we kunnen eigenlijk niks. Ja. Team 2 zelfs. Borden. Kasteels! Lekker. Weer al een Belg. En Angelino. Nice. En nu naar het alt-account voor dus daar ook de D-login te doen. Ik moet mijn controller insteken, want die is bijna plat. Dus controller steekt in. Nu naar Dylan en Sven YouTube gaan. Standaard account. En hierop hebben we ook pakketjes. EA Sports, it's in the game. Ik ben niet meer op geweest sinds vanochtend. Hierop hebben we joke pakketjes voor Lady the Warstock. Staan denk ik.
Nee, ik moet de reward nog staan, wauw. Oké. Okay. Nu is hier de login ook op doen. Maar ik heb het weer niet op gedaan. Lekker. Hier heb ik ook eerst de 10 muntenpack open doen. Als je er ook een walkoutje kan krijgen. Geen walkout hierop. Bobby Firmino. Gewoon discard prijs. Eerste team is een home player, dat is Sissoko. Meh. Old pack. Ja, meh. Oh, meh. Updating items. Allee, FIFA is weer een trage toon. Ik moet dan even uit de FIFA weer en dan op de packs open gedaan en... Dat heeft FIFA wel tegenwoordig. Ik denk dat het problemen zijn met FIFA. Nee, toch niet. We hebben een aantal problemen. 6 minuten. Belooft een leuke video te worden. Team of Season. Gaan we ook sowieso behandelen in deze video. Ja, leuk toch? En de laatste pack voor vandaag. Morgen heb ik sowieso ook een pack. Borden sowieso. Zielen. Lekker. En Calvin Phillips zeggen tradable. Nee. Oké, dit was het voor vandaag. Wel weer. Ja, we hebben nog een nieuwe pack op. Wauw, waarom niet? Nee, dit is niks. Gewoon Locatelli. Niet veel waard is. Objectives en. Ah ja, deel nog geen pack. Die hebben we ook nog, dat is juist. En dan hebben we dinsdag die 12, dat is die 11. Ja. Dan hebben we nog een pack eigenlijk. Voor vandaag. Borden. Te zeggen tradable, nee. Doei. En dan hebben wij nu. Zijn we nu klaar tot morgen. Oké, boys en girls. Het is maandag. Maandag 29 mei. 29 mei en we hebben een premium uitpakket. En we gaan dat eens open doen. We krijgen een walkout. Mootje Sala. Boys, Mo Salah. Mo Salah. Why yo, Mo Salah. Like a boys. Tweede keer, derde keer dat ik die pekken zeurde in FIFA. Let's go! Hebben we een ander soort pack? Ja, preview pack. Dat doen we niks, daar krijgen we niks uit. Gewoon een, ja. Een, ehm.
Nou, wat krijgen we eruit? Een Cody. Wajo, man. Mo Salah gewoon gepakt. Let's go. Oké, boys and girls, we gaan nu een rondebare Team of the Week upgrade 81 plus doen. De NPC, de speelers zijn ingeleverd voor de NPC. En we krijgen een Team of the Week speelspakket 81 plus verhandelbaar. Dus laat ons open op een tappige walkout dat we die kunnen verkopen. Oké. Het is een sappige walkout. Schmeichel, 85. Ja, weer wat winst. Ik ga eens zien hoeveel dat hij juist waard is. Schmeichel, Team of the Week. Beste stats, kinderboek. Jasper Schmeichel. Vijfentwintig in vorm is 12,5k. Wow, nee. Ja, nu heb ik hem gelist voor 12,5k. Ja. Ik heb hem geliefd voor 12,5k, hopelijk verkoopt hij ook. Oké, boys en girls, we gaan de 81 plus Team of the Week upgrade ook doen. We hebben dus een 81 rated squad moeten inleveren. Eigenlijk geen geld voor een Team of the Week. Dus, pack wordt geopend. Laten we het eens goed krijgen. Het is geen walkout, het is zelfs geen borden, het is gewoon een LVA. Het is Thomasson 83. Hoover, dat is precies. Ja, moet ik meer tegen Hoover, dat is precies. Ja. Vandaag komt die La League 1 Premium League upgrade uit, denk ik. Dus daar krijg ik al nog 1250 XP voor. Dan moeten we wachten tot donderdag. Ik moet nog 22.060 XP. Dus ik kan het halen tegen volgende week, level 30. Het moet haalbaar zijn. Maar dan ga ik de League Uitbeker ook proberen te doen. Dus hij die vandaag nog probeert te spelen. Oké, boys and girls, ik heb de eerste pot van de One League Cup gedaan. En ik krijg een pot leenspelerspakket. En ik heb nog iets van basissoltooid of iets anders. Dat is wel een lange vriendschappelijke wedstrijd, daar heb ik ook 200 minuten van verdiend. Even een gokje, ik denk dat ik waarschijnlijk weer al een Sissoko zou krijgen. Sissoko of iets anders. Bardaxi. Wow. Ik heb me geëxamineerd. Ik moest tegen twee. Ik moest tegen koopmensen spelen. Ik speelde gewoon met 7-0 naar huis. Like, what the fuck, G. Oké, boys and girls. Het is 7 uur. 1 al 7 eigenlijk. Normaal gezien is nou de deal login en de SBC waar alles over gaat vandaag uit. De wat? 80 plus speerpik. Bro, 80 plus speerpik. Exact koud. Lekker boy. Muziek dit gebeurt. Wat gaat hier fout? Ja, dat hebben we uit al gemaakt. Er is een vrachtwagen. Weet je niet.
Gewoon door zo geen strijd met een zwak kaart beginnen. Rudy! Tima. Zit Tima waarschijnlijk ook in team? Zuber, Mata. Oh. Oké, okay. Wat gaan we krijgen uit de playerpick? Ik hoop een walkoutje. Komend team of season. Vlaovic, 84 graded. Decent, decent, decent. Nee, die krijg ik niet, jongen. Wat? Team of season, dagelijkse aanmeldings upgrade. Let's go. Bronze. Let's go. En nou nog de dingen. Premium League upgrade. Allemaal de... Hoeveel delta moet ik hebben? Ajax 11. Leno. Op Panda mag erin. Boré, links midden. Toko Ekambi. Almiron. Wist dat hij hier wordt. Fofana. Dominguez. Barre. Camara. En Aldosari. Let's go. En we zeker is clear. Ik ga premium, maar ik heb het toch gedaan. Ik heb het toch gedaan. Decent. Wat de fuck heb je toch gedaan, EA? Wat is dat? Doe die nog eens opnieuw. Maar ik heb het toch gedaan, EA? Wacht, welke dag zit er al? Nee, ik ben de gemeente, ik heb die gedaan. What the fuck, EA? Echt waar, jongens. Oké, een tripje lekker. Nee.
Echt, die kwijtspelers, ja, niet goed. Echt niet kwijtspelers. Niet goed. En Bemba. Hey, what the fuck, zelfs wat ben ik er mee bezig, jongens? Het is toch 29 mei vandaag, ja? Met een pakje eigen, dat met mijn voeten aan het rammelen. Ik ben de Jeannette. Oké, boys en girls, wij gaan nu nog een 80 plus upgrade zien te craften. 80 plus player, heb ik. Exact goud, dus ja. Goud gewone. Muller mag erin. Gusto mag erin. Schuurs mag erin. Radit mag erin. Roussillon mag erin. Huldini mag erin. Les Melou mag erin. Bellegarde mag erin. Carillo mag erin. Trezeguet mag erin. En Sotoca mag erin. Hopla. Hebben we players pick krijgen om team season? Nee. 81 Fisca. We gaan nog eentje craften. Leconte mag erin. Aguilar mag erin. Pai mag erin. Cabrera mag erin. Sosa mag erin. Dan is Sebelos mag erin. Tokos mag erin. Lefee mag erin. Trincao mag erin. Carlson mag erin. En Welbeck mag erin. Oké, boys en girls. We hebben terug een 80 plus player pick en 83 Henderson. Lekker, lekker, lekker. Yes, boys and girls, ik heb net al mijn qualifiers voor FUT Champions gespeeld. En ja, spijtig genoeg ben ik dus niet in FUT Champions geraakt. Dat heb ik dus ook niet. Ben ik net één match tekort voor die tweede keer dan 250 SP. Om nu ergens andere XP in te halen. Maar we hebben een gratis winterspakket. Er is een rare in. Dat is Almada. Oké, daar gaat de transferlijst op. Misschien verkoopt, misschien ook niet. Who knows. Gratis winterspakket nummer 2. Ook weer niks. Neto, oké, ja. Oké. Laatste. Premium goudpakket. Premium jumbo goudpakket. Er staat geen border in, Pulisic. Christensen. Die kan wel weer iets gaan, Christensen. Oké. We zijn nog iets voor XP te krijgen.
Zilveren sterren, miljoen. Ja, zilveren sterren ga ik ook niet kunnen doen, dat is ook nog. Dit is ook niks, iets zoals. Moet ik wachten tot morgen, hè. Wat is hier wat er door XP is? Ik hoop dat ik het haal, niveau 30. Zou stom zijn, moet ik het niet halen. Dus ja, het zou echt stom zijn. We hebben wel drie mensen met een free win gegund. Twee mensen die mij in het begin van de pot een free win gegund hebben. En dan een dat gereis goed heeft. Ja, ik zou het tof vinden moest ik echt naar level 30 behalen. De tweede keer of derde keer dat ik level 30 behaal. Maar wel gezien zou ik nu genoeg hebben. Al een morgen iets uitkomt. Van 1000 XP. Waarschijnlijk dan een markje matchups en zo. Dus ja, ik denk wel dat ik het zou kunnen halen, niveau 30. Ik ga eens uitrekenen. Wat moet ik hier? 2000, dat is 4000. Dat is 5000. 250. Dat is 7200. 8000. 7200, 8000. 750. Dat is 8750 plus 1000, dat is 10.000, 12.050, nee, 12.250, 12, ja, ik zou het juist niet kunnen halen, denk ik. Of dat er misschien iets gaat komen waarin je meer XP kunt verdienen. Dubbel XP of zo. Dan zijn vijf was dan. Dat is 11.000, dat is 12.000 XP dat je daarvan krijgt. Dan zou ik nog ergens 6000 XP moeten vinden volgende week. Of het zou moeten zijn als volgende week dubbel XP. Dat ze meer XP dingen gaan geven. Want nu is het eigenlijk maar weinig XP dingen dat ze gegeven hebben. Maar het zou moeten lukken dat ik hem kan halen. Oké, boys, ik wil het even opnemen. Jazeker, ik ga hem opnemen. Ik ga hier nog een, ja. Een daily nog. Nee, geen daily nog in. Tiger Plus. Player Pack. Hey, Pick. Ik ga Player Pack doen, joh. Hey, Pick. Take it what I do. Hey, Pick. Dan Player Pack. Hey, Pick. Kijk eens wat ik ga doen, man. Een player pick, pick. Een player pick, pick. Ik vind je wel. Ik ben een player pick aan doen, pick. Bradman, Samson. Hey, pick. Ik ben klaar met de player pick. En some Ubers. Let's go. Player pick. Big team machine. Bobby. Lekker. Oké, boys and girls en dames en heren. Ja, het is 7 uur en 1
En dat wil dus zeggen, tegen tijd. Farad Skelia, Liao en Lautaro. Change my mind. Eerst te zien of er nog iets zal bijkomen, Jan. XP. Niet bijkomen van XP. Dat is kut. Boeien. Nu gaan we El Daily nog in doen. Daddy? Nee, joh, ik ben echt muug. Hier liggen we aan finale. Let's go. Team is hier een dagelijkse aanmeldings upgrade. Let's go. Hier zie je een dagelijkse aanmeldingsupgrade. Ed Chapo Productions. Ja, we moeten even zien. Een dagelijkse aanmeldingsupgrade is voltooid. Is er nog een 10 minuten pack? Nee. Dan zien we een half kapakket. Waarin er gewoon een rijder in zit. Dat is Hofman. Nee, Brand. Tweede aanvangerspeler pakket 81 plus. Dat zit er uit de shit. Spinazzola. En Emre-chan. Dat is kut. Nu eventjes hier uit FIFA gaan. En nu... overschakelen naar een andere gebruiker die net zijn YouTube, oké. En nu gaan we hier in het alt-account ook op Fifi. En we gaan ook de deel nog in doen. Ik ga een slokje nemen van mijn R-up. Squadacilia, Lautaro en Leo. Here's my, mark my words. Oké, okay, deel log in, let's go. Deel log in, zij komt iets. Pardon. Net eigenlijk de golds. Er is een border in, sowieso. Alfonso Davies? Lekker! Alfonso Davies! Welkom in de club, bro. Alfonso Davies. Oh, nog 7 uur. Dat is al Sven gedaan, waarschijnlijk. Ja, boeit me niet. Let's go soon. Ik ga nu weer naar het main account en soon.
Nu ga ik door tot morgenavond en dan ga ik vrijdag beginnen editen. Ja, let's go! Daddy! Oké, boys en girls. We hebben een pack vrijgespeeld. Ik heb net een bordje FIFA gespeeld. We hebben een pack vrijgespeeld en premium gemaakt servicepakket. Zijn er vier nog een pack hebben? Nee. We hebben een pack vrijgespeeld. En we gaan die openen, zo. Er zit niks in, er zit gewoon een Bloodlands CA in. Van Alnasser. Anders van Taliska. Nou. Deze was het. Ja. Oké, boys en girls, we zitten dus in de FIFA. En ja, we gaan nog eens een player pick doen. Daar heb je plus player pick. Let's go. Non-rare goud. Montoya, centerback. D'Ambrosio. Stefan Radu. Stefan 9. LVV. Zappa Costa. Center mid. Turnbull, Shaparenko. Und CVM. Sissoko. Und Ronnie Lopez. Und Daniel Podence. Und Diego Sousa. Sissoko mag ingeleverd worden. Nu hebben we een van drie zeldzame gratis spelers. En Thomas Partey. Sissoko. Ja, let's go. Oké, boys and girls. Dit zijn de laatste stukjes. En dan ik een pack openen zo in de video. Ik heb mijn goudpack. En ja. Het is gewoon een rare in. Een Schotse rare, dat is McTominay. Ja, McTominay. God, McTominay. En rode zit getradable. Ja, je zit tradable rode. Dus ja, let's go. Eerst zien of nog een previewpakket hebben we binnen 3 uur en 16 minuten. Dus waarschijnlijk om 7 uur vanavond. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Het is 7 uur en vandaag hebben we dus Alto de D-login. Horen jullie de muziek op de achtergrond? Er is de loop. De 1 uur loop van Dreamer. Van Alan Walker. Dus ja, let's go. Ik hou ervan van dat liedje. En let's go. Dus 2000, 4000. Vijfduizend tweehonderd, 7.750, 7.750, 8.000, 9.000, 10.250 denk ik. En er is zeker nog niks staan, dus ja, let's go. Zit er ook deze de login bij?
Daar krijgen we ook al XP voor. Dus ja, die gaan we zeker doen. Zeker. Welke matchups zijn die erbij? Welke matchups? Eerst AJXR tegen RC Lens. Ligue 1 Uber Eats speler. 1 in de basis. Nubel. Rechts achter gaan we Traoré zetten. CV gaan wij Boateng neerzetten. Heeft heel goede chemistry. Dan op centerback. Gaan we linker centerback. Gaan we. Heb je nog een van. Ja, Thiago Diallo. Links achter gaan we Truffert zetten. Op CVM. Pirou. Dan op rechter CVM. Honano. Minimum 5, dus ik moet centraal aanvallend middenveld gaan we Rodrigo zetten. Dan Premier League, zeker een vast. Lanzini. Ah, we hebben al de. Dus nu een Fransman. Nou gewoon Baumgartner. En dan in de Spita gaan wij zetten Wind. Ja, gewoon inleveren die handel. Op Real Valladolid. CA hebben daar een Spanjaard. Ik hoop gewoon wel. Plea. Ook heel goed. Dit is. Ja, Waldschmidt. In de Spita. Gaan we zetten. Borja Iglesias. Center mid. Gaan we Spanjaard proberen neer te zetten. Carlos Soler. Teamgeest moeten we minimum 18 hebben, dus. Moet eventjes zoeken. Een Duitser misschien. Emre Can. Ook heel hoog qua chemistry. En dan. Bellegarde, denk ik. Op links achter Ismaili. Speler uit dezelfde landregio, minimum 4. Dus ik moet nog twee Fransozen hebben. Goed dat ik dat weet. Frans. Da Silva. Dan. De goalkeeper. Ook zoeken voor een Fransman. Bernardoni. Dan CV. Ook. Bundesliga misschien. VfL Bochum is dat Bundesliga. Teamgeest moeten we nog hebben. Rechts achter Bundesliga misschien. Hopla. Die hebben we ook al gedaan. Daar krijgen we dus voor een gemengd spelerspakket. Gaan we eerst openen. Oké, een bronzen. Altijd leuk om te hebben. Ja, allemaal goed om in de club te storen. Voor toekomstige SBC's. Gouden spelerspakket. Er zit ook niks in. Rabiot, ja.
kan allemaal iets waard zijn, je weet dat nooit niet. Preview pakket. Ook niks. Team of Season dagelijkse aanmeldingsupgrade. Ook heel handig. Doe zeker de dagelijkse aanmeldingsupgrade. Oké. Okay. Hebben we nu al. Oké. Okay. We hebben een megapakket. Lekker, lekker. Wat gaan we het megapakket krijgen? Die mag die muziek wel eventjes uit. Oké, okay, wat gaan we het megapakket krijgen? Eerst de twee zeldzame gadgets. Dan gaat het speelspakket natuurlijk. Dan krijgen we gewoon een rijruit. Een center mid, dat is Luis Alberto 83 credits. Ja, Fabianski er ook nog eens achter. Hele goede doelman, maar niet voor mijn team. Megapakket, public team of season. We krijgen er geen team of season uit, oké. Okay. Nederlands centraal aanval middelveld, dat is Berghuis. 82 credits, Berghuis. Van mijn clubje Ajax. Ja, leuk, leuk, leuk. Ik weer al Berghuis pick. Nicaro Escayo. Ik ga niet tradable. Hup. Niet tradable. Hup. Kawaion buit. En nu gaan we naar het alt-account. En dit is dus het laatste opnametje van deze leuke video. Ja, het is dus een FIFA-video. Ik denk dat die een uur gaat zijn ongeveer. En dit is dus de laatste opname. Voorleden dat ik ja, de intro en de outro opneem. Dus ja. Nu gaan we naar het alt-account. Daar gaan we enkel de daily login doen. En ik hoop dat we daar ook iets decent uit krijgen. Naarmate dat ik het weet, heb ik nog nooit eigenlijk iets decent uit een preview pack gekregen. Buiten in de week geloof ik een team of the season. Ik weet het ook niet meer wat ik toen juist had gepakt. Ik geloof een team of the season uit mijn preview pakket. Downwing latest updates, oké, altijd goed. Dat we die laatste opnieuw updates in de club dus krijgen. En ja. Team of the season, daily login pack gaan we moeten doen. Ja, hopelijk krijgen we dus die leuke, sappige team of the season walkout. Gaat waarschijnlijk niet zijn, dus ik hoop natuurlijk op een leuke, sappige Team of the Season walkout. Maar ik weet niet of we die gaan krijgen. Het is heel moeilijk om dat te krijgen, een hele sappige Team of the Season walkout. Het is heel erg moeilijk om tegenwoordig een Team of the Season, ik heb er van de league een 1 of 2 gepakt en 81 plus 200 gold en hier krijgen we zelfs een sappige borden. Dat is een Franse goalkeeper, dat is Hugo Lloris. Wauw, we krijgen wel de sappige walkout dat ik aan broek, maar weer al een dubbele. Dus dat is met gewoon weg, dag Lloris. Ja, dus hier zitten we dus bij de outro en nu ga ik eventjes ja, nog een preview pakje doen. En we gaan door naar de outro. Dus wat krijgen we hier uit het preview pakket? Een striker. Dat is gewoon Avila. En dit was zo'n beetje de video. Ik ga nu naar de outro en de intro. Ik ga nu eerst de intro maken en dan de outro. Dus ja, let's go. Bedankt. En nu zijn we dus aangekomen bij de outro van de League 1 tot video. En ja, we hebben misschien een paar gepakt. Ik moet nog eens nakijken en edit. Maar ik denk dat wel dat we een paar gemaakt hebben. En dit was dus de League 1 Team of Season video. En ik vond het leuk om voor jullie dus deze League 1 Team of the Season video te maken. Het was me een zeer genoegen om voor jullie dus de League 1 Team of the Season video te maken. Vonden jullie deze video leuk? Smash dan zeker de like button. Abonneer hier beneden. En laat dan zeker een reactie achter. Want volgende week gaan we Serie A Team of the Season bespreken. En dan gaan we naar het Ultimate Team of the Season.
Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. En dan zie ik jullie guys bij Serie A Team of the Season. En dan zie ik jullie guys dan. Bye bye!